tijdens de Wintertijd Challenge is zaterdagnacht bijna 134.000 euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. Om 2:00 s'nachts, toen de klok een uur werd teruggezet, werd er in de Gennepenparken een uur en een seconde lang volop gezwommen, geschaatst en hardgelopen voor het goede doel. Maar eerst was er een warming-up. Handjes omhoog, dat is altijd leuk voor de foto. De stichting Spieren voor Spieren zet zich in voor onderzoek en behandeling van kinderen met een spierziekte. Heel wat mensen offerden hun nachtrust op om daar geld voor op te halen. Ik ben best wel wakker. Heb je je goed voorbereid? Nee, gewoon. Hetzelfde rondje als ik altijd normaal ren. Tuurlijk houden we het vol, geen probleem. Goede entourage, goede ambiance. En lekker in mekaars vaarwater. Hoe hebben jullie je voorbereid? Niet. Maar dat doen we met niks. We zeggen gewoon, dit is leuk, dit moet je doen. En dat doen we. Ik heb eerst net geslapen, nou eruit en dan gaan we samen lopen. Ja. Hoe heb je je voorbereid? Op de eerste halve marathon gelopen en nou dit. Ja, een jaar lang getraind al, dus het moet lukken vandaag. Ja. En hoe heb jij je voorbereid? Gewoon met mama meegelopen, af en toe. Als ze niet te ver ging. Denk je het vol te gaan houden? Ik hoop het wel. Ik ga het proberen. Niet, ik vind het juist wel leuk dat het 's nachts is. Ja, leuk activiteit. Het is eigenlijk een leuke bijkomstigheid dat het gewoon 's nachts is. En waarom besloot je mee te doen? Een vriendin van mij, die had ons eigenlijk een soort van opgegeven. Haar zusje die heeft ook een spierziekte en daarom kwam zij met dit evenement op de proppen. Is de tijdstip een probleem dan? Nou, het was net wel even moeilijk om van de bank af te komen, maar nou er eenmaal zijn gaat het wel. Je hebt er dus zin in? Ja, echt, zeker. Het is geweldig dat deze mensen midden in de nacht komen om voor het spierzieke kind te lopen. Dat is geweldig. En ik kwam net in een garage gelijk aan met Groningers. Die komen helemaal uit Groningen naar Eindhoven toe om het hier mee te maken. Terwijl ook dicht bij huis centra zijn die ook meedoen. Maar ze komen toch naar Eindhoven. Sonja Smit is getroffen door een spierziekte. Ze zit in een rolstoel en ze is niet de enige uit haar gezin. Ik heb 4 kinderen, waarvan de jongste 2 het ook hebben. Ja. En is dat niet ontzettend lastig om mee te leven? Ja, op het moment zit ik in een moeilijk traject om het te accepteren, omdat ik steeds harder achteruit ga. En daarbij je kinderen ook ziet en die bij jezelf denkt van wat hangen er hun allemaal nog boven het hoofd. Maar ga je vanavond nog iets doen? Juichen en toeschouwen voor mijn kinderen. Daar gaan de oudste 2 en een vriendin die gaan schaatsen. En die gaan we natuurlijk aanmoedigen. Ik zet me in voor het spierzieke kind en ik krijg zoveel dankbaarheid terug van het spierzieke kind dat ik het fantastisch vind. En we zijn begonnen met een omzet per jaar van 30.000 gulden en we zitten nu ruim boven de 1 miljoen. Dus dat is wel wat. Op de Wintertijd Challenge van volgend jaar is Van Gaal vast ook weer van de partij. De datum staat al vast. In 2013 wordt er gespoord in de nacht van 26 op 27 oktober.